Veldhuizen. Voor BMX Apeldoorn, Mika Balsgraaf. Voor de Pissing Crossers, Gerard Vreeman. Voor de Boscrossers, Jordi Koen. Voor Liendorf Valkenswaard, Rick Piepers. BMXkleding.nl, Yuri Tilanus. Voor het Dream Team, Ronan Lemmens. En last but not least, uit horen, laat je horen voor Joey Knapp. Dankjewel jongens. We zijn weer vertrokken met de kanonnen, de categorie boys. 16 jaar, goede start aan de binnenkant, zegt voor Rijker. Voor de BMX-kleding, Yuri Tilanus. Hij is heel goed weg, gaat hij al eens op de bocht in de duim. Gauwloze was je niet, hij zit op 2 of 2. Ook zit hij zit op de bocht goed bij. Het is Piepers op 3 momenteel. Voorin dus, is het inderdaad de kader van 57. Het is Yuri Tilanus, hier aan de leiding. En dan gaan we eens even kijken, dan gaan we kijken naar de kader van 52. Het is inderdaad toch Gauwloze die er goed bij zit. Piepers zit er goed bij met de derde plaats. En dan met de vierde plaats is momenteel het Dream Team, Ronan Lemmens. Maar voorin daar gaat het gebeuren hoor. En het lijkt goed uit te gaan pakken van Yuri Tilanus. Het BMX-kleding.nl, hij weet het vol te houden. Hij pakt de winst in de categorie Boys 16 voor Gauwloze.